bij Gespierde Taal. Vandaag gaan we vechten. We beginnen zoals altijd met warmlopen. Doet u thuis ook mee? Tot zo! Ik ben Delia en ik ben 66 jaar oud. Binnenzitten is niets voor Delia. Ze gaat vaak de deur uit. En vandaag is het weer tijd om te gaan sporten. Sporten houdt je fit en ook gezond. En geestelijk ook. En ook als je problemen hebt bijvoorbeeld, als je sport, dan gaat het een beetje weg. En dan voel je je daarna heel goed. Delia is een alleenstaande vrouw. Om naar haar sport te gaan, reist zij met het openbaar vervoer. Ik reis naar de sport met de metro en daarna met de tram. En bang ben ik niet. Want je moet er naartoe als je wil. En als je bang bent, dan ga je de hele tijd binnen blijven. En dat wil ik niet. Dus ik ga er naartoe en ik ben niet bang. Delia vindt het geen probleem om 's avonds als vrouw alleen op pad te gaan. Door het sporten heeft ze veel zelfvertrouwen gekregen. Ik sport 3 keer per week en de sport geeft me innerlijke en uiterlijke kracht, waardoor je ook veel meer durft. En het is eigenlijk een sport dat alle vrouwen zouden moeten uitoefenen. Nu nog een klein stukje lopen en Delia kan gaan sporten. Bent u lekker warm gelopen? Dan gaan we beginnen. Vandaag zijn de nieuwe woorden trappen, beschermen, kracht en ontspannen. We gaan met rechts naar voren en achteruit. Let op. Armen zijn hoog. We maken vuisten, maar niet met de duimen erin. En die zetten we bij het gezin. Oké. Knie gaat op. Omhoog. Op. Let op. Wel uw gezicht nog steeds beschermen. Het eerste woord. Beschermen. Heel goed. Arm gaat mee. En trek die knie omhoog. Trek op. Trek op. En op. Goed zo. Gaat het goed thuis? Gaan we trappen. Trappen. Dus het volgende woord. Knie omhoog en strek je been. Trappen. 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 Heel goed. Gaan we met ons andere been naar voren. Met links. En we gaan weer beschermen. Zeg mij maar na. Beschermen. 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 Heel goed. Knie omhoog. Op. Heel goed. Blijf nog steeds beschermen. En de ellebogen zijn laag. Niet wijd houden. Bij je lichaam. Hartstikke goed. Neem onze armen weer mee. Op. En op. Heel goed. Gaan we straks weer naar het volgende woord, hè? En wat was het ook alweer? Trappen. Komt-ie aan. Trappen. Ha. En trappen. Trappen. Zeg mij maar na. Trappen. 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 Heel goed. En even op de plaats. Zet je armen laag. En we gaan even afweren. Met je arm omhoog. Weer af. Heel goed. En hou vast. Blijf doorgaan. En hou vol. Gaat goed. Nog 2 keer. Nog 1 keer. Let op. Gaan we voor en achter. Gaan we trappen. Let op. Voor en achter. En wat moest ook alweer doen? Beschermen, hè. Komt-ie. 4, 3, 2 met je andere been. Let op.
Met links. Voor en achter. Komt ie. Voor en achter. Voor en achter. Goed zo, dames. Gaat het ook goed thuis? Hartstikke mooi. Nog vier. En drie. En twee. En één. En op de plaats. Heel goed gedaan, dames. Goed volgehouden. Ga lekker stappen. En rust. We maken een lichte spreidstand. Buik aangespannen. Heup een beetje naar voren. En je hoofd rechtop. Armen laag. En adem in door de neus. En uit door de mond. En in. En uit. Doe hetzelfde. De armen, de handen op elkaar. We ademen in. En uit. Duw ze weer naar beneden. Heel rustig. We hebben geen haast. In. En uit. Oké. We pakken een grote bal tussen de armen. En we bewegen de bal rechts. We draaien hem om. Heel rustig. En we bewegen hem naar links. En draai om. En naar rechts. Heel goed. En draai hem om. En naar links. En we gaan nog één keer naar rechts. En dan blijven we hangen. Draai je om. Met je handen bij je. En je duwt een hele zware bal naar voren. Kracht zit in je buik. En ontspannen. Weer helemaal terug. Helemaal niet snel te gaan. En met kracht duw je het opzij. En je brengt het ontspannen terug. En duw. Terug. En laatste keer. Duw. En je ontspant je armen. Dat is het volgende woord. Kracht. En ontspannen. Zeg mij maar na. Kracht. Zeg maar na, ontspannen. Heel goed, andere kant op. Rustig. Langzame bewegingen. De kracht weer in je buik. En duw die zware bal naar voren. Kracht. En ontspannen. Zeg het thuis ook maar. Kracht. Ontspannen. Zeg me maar na. Kracht. Heel goed. En zeg ontspannen. En laatste keer. Kracht. En ontspannen. Armen laag. Draai weer naar voren. Omhoog. En naar beneden. En terwijl de rest verder ontspant, gaan wij naar het volgende filmpje. Karate is mijn geheim. Nu weten jullie waar ik naartoe ging. Dit doe ik 3 keer per week. Karate is een vechtsport en komt oorspronkelijk uit Azië. In de lessen leer je wat je moet doen als je aangevallen wordt. Karate maakt je sterker en zorgt voor een betere conditie. Je werkt aan je spier.
En je spieren die worden beter. Je wordt veel zelfverzekerder. Ja? Je leert je verdedigen. En je kunnen verdedigen is belangrijk voor iedereen. Maar is karate niet alleen voor mannen? Nee, hoezo? Dus waarom zou het een mannensport zijn? Heupen inzetten is heel belangrijk bij karate. Nou, dat weet iedereen die met vechtkunst bezig is. En bij vrouwen is juist de kracht zit hier in je heupen. Kijk, mannen zijn zo gebouwd, dus hun schouders. En vrouwen, die hebben een goede heup meestal. En daar is je kracht en die zet je in. Het kan voor geen enkele vrouw in deze maatschappij kwaad om een beetje weerbaar te zijn. Als er iets onverwachts of ongewenst op je afkomt, dat je dan kunt reageren. Dat je dan een paar basistechnieken hebt. Het is een verdedigingskunst. En het maakt je dus weerbaar. En daarom is het juist heel erg belangrijk voor vrouwen ook om te doen. Iedereen kan naar karate. De verschillende kleuren banden om het pak staan voor het niveau dat je hebt. Je begint bij wit en je eindigt bij zwart. Als ik... zwarte band haal, zoals mijn sensei het zegt, kan ik het halen met mijn 66ste. En dat is heel bijzonder, voor mijzelf ook natuurlijk. We hebben deze aflevering weer veel nieuwe bewegingen en nieuwe woorden geleerd. Zoals trappen, beschermen, kracht, ontspannen, karate. En vindt u karate een leuke sport? Kijk dan op www.gespierdetaal.nl. Bedankt voor het meedoen en ik zie u de volgende keer. Dag! Hey, dat was echt top. Super! Dat was echt... Ha ha ha!